De Javaanse immigratie wordt vandaag voor de 127ste keer herdacht in Suriname. In dit kader hebben diverse Javaanse organisaties culturele activiteiten gehouden op verschillende locaties. De vereniging Herdenking Javaanse Immigratie in Suriname, VHJI, heeft een reeks activiteiten gepland rond deze periode. Onder andere een lezing over de geschiedenis van Javanen en een kunstexpo behoren tot de activiteiten die gehouden zullen worden deze week. Zoals gebruikelijk zijn de activiteiten ingeluid met een kranslegging gisteravond. Deze plechtigheid is gehouden in het Javaans cultureel centrum Sanabudaya. Rudolf Partoregio, ondervoorzitter van de vereniging, legt uit waarom de kranslegging zo belangrijk is. En we zetten kranslegging ter nagedachtenis van onze voorouders. De mensen die ons voor zijn gegaan. En de mensen van waar... Eigenlijk zijn ook de moeilijke tijden waar ze onder die omstandigheden dat ze hier in Suriname zijn. En dat we ook die mensen gedenken met deze kranslegging en dat we ze niet vergeten. En dat doen we elk jaar in de vooravond van 9 augustus. En het is niet alleen maar VHJI die het doet, maar een heleboel organisaties doen het ook. Het zijn stad en districten, wordt eigenlijk 9 augustus dan ook gevierd. Onder een heleboel van de Javaanse groeperingen. Partoregio vindt dat deze dag een bezinningsdag moet zijn. De bijdrage die geleverd wordt door de Javaanse gemeenschap is niet te onderschatten, legt hij verder uit. De ontwikkeling van deze groep kan volgens Partoregio wel veel beter. Ik denk dat het natuurlijk beter kan. Bij elke groep zal het zeker beter kunnen gaan dan het nu is. Ik denk dat wij en zij die in de positie verkeren om het platform... En eigenlijk de kans te geven aan de mensen om van daaruit toch verder sociaal en maatschappelijk vooruit te komen. En ik geloof wel dat het kan. Het gaat misschien nog een tijdje duren. Maar ik geloof wel dat het al is. Wat zou er moeten veranderen volgens u? Ik denk dat educatie is één belangrijk ding. Wat zeker bij, het is niet alleen maar bij de Javaanse educatie, gaat bijdragen tot hogere hoogte. En dat je eigenlijk ook uit de cirkel van armoede komt. En daar begint het. Het begint bij de educatie. En dat gaat verder een spin-off hebben in de ontwikkeling van Suriname, in de economie en elk facet van de samenleving. Rudolf Partoregio, hij is ondervoorzitter van de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. We spraken hem over de herdenking van de Javaanse immigratie die vandaag wordt gevierd.